We zijn op zoek naar een HR- en salarisadministratie-medewerker in Biddinghuizen. Werkers zoekt dat. Goedemiddag. 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 De HR Human Research, hè? Resource. Nou, ik vraag me af of dat inderdaad de juiste term is natuurlijk. Want, het omvat veel meer dan alleen maar menselijke bronnen. Dus klopt. We zijn op zoek naar een administratief medewerker. Maar dan dus inderdaad de touch op personeelsdiensten. Dus salaris en personeelsdiensten. Ja. En dat is bij onze opdrachtgever in Biddinghuizen, Schaap Holland. In de opdrachtgever. En ze zijn dus ter ondersteuning van de HR-adviseur daar op zoek naar een nieuwe collega. Oké, voor hoeveel uur is dat? Ja, dat is in overleg, maar dat varieert van 24 tot 32 uur. En daarbij zijn ook eigenlijk de dagen bespreekbaar. Wat belangrijk is binnen deze functie, is dat er wel ervaring is met betrekking tot dat stukje HR. Dus dat je inderdaad weet wat zijn rechten bij betrekking tot personeel. Je zult veel contact onderhouden met uitzendbureaus. Dus, coronaprotocollen. Coronaprotocollen, daar komen we steeds meer bij kijken de laatste tijd. En nou, dat stukje financiën. Dus personeelszaken en financiën is wel een harde eis voor deze vacature. Ja. Je zei 24 tot 32 uur. Dat neemt aan dat het gewoon op de dag is, hè, de werktijden. Klopt. Want andere personeelsleden daar, die werken natuurlijk ook een avond door. Klopt, ja. Het is een opdrachtgever die werkt zelf ook in de twee ploegen in die zin in het productieproces. Maar dit zullen kantoortijden zijn, ja. Oké, mooi. Per wanneer? Nou, goede vraag. Per direct. Per gisteren. Ja, want de vacature is zo nieuw, zo vers, dat die ook nog niet bij jullie op de site staat, geloof ik. Hè? Dus als mensen dat willen zoeken, dan... In die zin een ontwikkeling geweest. Daar is nu een HR-adviseur... En die zoekt echt een ondersteunend iemand. En dat is inderdaad redelijk recent binnengekomen. Ja. Eisen, opleiding of is het meer ervaring eigenlijk? Nou, het is in die zin waar je voorheen veel zag. Hè, dat er echt eisen waren met betrekking tot opleiding. Kunnen we dat wel achterwege laten. Maar ik benoemde het net zojuist al. Het is wel ervaring. Dus ben je administratief medewerker als het ware ergens echt in administratie. Dus ordeverwerking en dergelijke. Ja, dat is toch wel echt andere... Koek. Ja. Letterlijk dan dit. Het is wel echt. Je moet echt affiniteit en kennis hebben met betrekking tot salarisverwerking, financiën, verlofuren moet je bijhouden. Dat betekent eigenlijk gewoon een hele goede motivatiebrief schrijven om uitgenodigd te worden en dat je kan toelichten wat je eigenlijk allemaal al gedaan hebt en waar je goed in bent. Nou, wij komen inderdaad graag in contact met iedereen die interesse heeft. Dus ik zou zeggen, neem sowieso contact op met Werkers Lelystad. Daar sta ik hier ook voor. En dan zullen we het gesprek aangaan. Mocht dit deze vacature niet aansluiten, kunnen we altijd kijken of het anders is. Dus neem altijd contact op. En dan zullen we kijken of het profiel aansluit. Ja. Het is misschien een overbodige vraag, maar heeft het uitzicht op vaste dienstverband? Nou, gelijk al. Goede vraag. Je zult eerst een jaarcontract krijgen. En allereerst ook via werkswerken. Maar het is echt wel voor de langere termijn met uitzicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd. Betere vraag, de salarisindicatie. Nou, ook daarin, dat is een hele goede. Echt op basis van kennis en ervaring ben je iemand die dus wel een relevante opleiding hierin heeft gehad. En starter, om en erbij 23, 24 zijn. Op basis van fulltime weliswaar. Maar ja, heb je wat meer ervaring en zeg je bijvoorbeeld, nou, ik kom van een fulltime baan, maar ik wil een stapje terug. Maar je brengt wel heel veel ervaring mee. Is daarin ook heel veel mogelijk. Daarin willen ze graag het gesprek aangaan.